De kwantumfysica leert ons wat verboden is en dus niet mag gebeuren. Maar ze leert ons niet wat in werkelijkheid zal gebeuren. Het toeval speelt een belangrijke rol. Een dobbelsteen is dan ook een nuttig instrument. Met deze dobbelsteen kan ik letters gooien. En zo kan ik twee vrijwilligers naar voren halen. De letter L. Ik vraag nu één vrijwilliger wiens voornaam de letter L bevat, om hier tot bij mij te komen en van dichtbij de proeven te komen bekijken. En ik vraag ook één vrijwilliger, na de eerste, wiens voornaam de letter L niet bevat. Zo ben ik zeker dat geen twee dezelfde personen tegelijkertijd bij mij staan. Ik ben een man met een principe. De vrijwilligers mogen nu komen. Dus iemand wiens voornaam de letter L bevat. Ik weet dat er zulke mensen hier zijn. En vervolgens iemand wiens voornaam de letter L niet bevat. Ook dat behoort tot de waarschijnlijkheden. Dag Christoffel. De tweede vrijwilliger. Mark. Mark. Zijn familienaam bevat de letter L. Is dat een probleem? Geen bezwaar. Okay. Een eerste proef, Christoffel en Mark, die wij gaan doen, is de proef van de kwantisatie van de energie van de materie. En we gaan dat hier doen. Het gevaarlijkste dat je hier gaat meemaken, zijn deze tredes op het podium. Voor de rest geen enkel probleem. Dus wees voorzichtig. Christoffel en Mark, jullie mogen hier plaatsnemen. Wat gaan we doen? We gaan natriumatomen onderzoeken. Waar vinden we natriumatomen? In de gaslampen boven de snelwegen in België. Of in keukenzout. Dat is al gemakkelijker te krijgen, want deze augurken zijn gepekeld en zijn dus doordrenkt van keukenzout. We nemen deze augurk en we steken die tussen twee vorken. Vervolgens gaan we deze augurken onder stroom zetten. Dat kunt je thuis ook eens proberen. De elektronen van de stroom gaan die augurk verhitten. Dat zout gaat beginnen te verdampen, dissociëren. Die natriumatomen gaan geëxciteerd geraken. Gaan naar een aangeslagen toestand gaan door dat elektronenbombardement. En dan gaan die natriumatomen terug vervallen en dan wordt er licht uitgezonden. Met een zeer karakteristieke frequentie, typisch voor de soort atomen die we hier bombarderen, namelijk natrium. Een frequentie die correspondeert met een golflengte van 589 nanometer. Eén vaste golflengte, één vaste frequentie, dus ook één vaste energiehoeveelheid die telkens vrijkomt. En dat is de kwantisatie van de energie. We gaan dit even bekijken. Het licht dat wordt uitgezonden door die relaxerende natriumatomen is geel licht. Ja, zoals in die lampen boven de snelweg. Christoffel. Ik zet de hoogspanning voor u aan. Het is maar 220 volt. Hè. Dus, ja. En met de buitenste schakelaar gaat je die openzetten tot ongeveer het maximum. Ga maar gerust verder. Okay, en nu wachten we even. We kijken aandachtig.
En daar is het gele licht. Wegens geur, hinder, gaan we dit niet te lang doen. Dit is de kwantisatie van de energie van atomen. Nu naar onze tweede proef. Christoffel en Mark, wees voorzichtig met de treden. Onze tweede proef, kom maar naar hier, behelst de kwantumlogica. Kwantumlogica die soms indruist tegen ons gezond verstand. We gebruiken een lichtbundel. Mark, je plaatst de Polaroid op de overheadprojector. Er komt nog gedeeltelijk licht door. Christoffel, welk type licht geraakt door die Polaroid? Een gedeelte van het licht geraakt erdoor, namelijk het licht dat in één bepaalde richting gepolariseerd is. Voilà, Christoffel plaatst nu de tweede Polaroid over de eerste en tracht een oriëntatie te zoeken, zodanig dat er geen licht meer doorkomt. Voilà, perfect. Gekruiste polarisatoren, er komt geen licht meer door. Mark, we gaan nu een derde Polaroid daarbovenop leggen. Een derde hindernis. Wat gaat er gebeuren? Niks. Er komt zeker geen licht door. Hè? Doe het maar. Voilà. Je hebt gelijk, Mark. Maar. Nu gaan we die derde hindernis tussen de twee vorige steken. Dus we brengen een bijkomende hindernis aan. En je mocht je oriëntatie aanpassen van de middelste, terwijl je de andere onveranderd laat. En je mocht de middelste gedeeltelijk wegtrekken en de oriëntatie aanpassen, bijvoorbeeld zo. En wat ziet je? Er komt toch weinig licht door. Ja. Ja, maar er is een hindernis bijgekomen. En nu komt er meer licht door. Neem de derde hindernis nu eens weg. En nu is er minder licht. Dat is de kwantumlogica. Hieruit leren we drie dingen. De volgorde van de hindernissen heeft belang. Ten tweede, de hindernis verandert de toestand van het licht. En ten derde, licht is een vector. Het heeft niet alleen een grootte, maar ook een richting waaraan gedraaid kan worden. We doen nog een derde proef. In deze proef gaan we wit licht ontbinden in zijn componenten. En we gaan de dualiteit van golven en deeltjes aantonen, met behulp van licht. Het eerste dat we gaan doen, is proberen die zaklamp aan de praat te krijgen. En het witte licht, met behulp van een buigingsrooster, dat diffractie en interferentie teweeg brengt, gaan we dit witte licht ontbinden in zijn kleurcomponenten. Mark, je gaat dat doen. Je mocht schijnen op het scherm doorheen het buigingsrooster, ja, een beetje omhoog richten. En je ziet dat het hoofdmaximum blijft mooi wit, maar de nevenmaxima vertonen de kleurenschifting, net zoals bij een prisma. Kan iedereen dat zien? Dat we de kleuren van de, een beetje dichterbij gaan. Dat we de kleuren van de regenboog daar zien in de nevenmaxima. Maar als we nu licht gebruiken dat maar één kleur heeft, Christoffel, rood licht uit een laser, monochromatisch licht, dan hebben we maar één kleur om te ontbinden en dan gaan we die kleur eens ontbinden en kijken wat er gebeurt. We zien een hoofdmaximum en we zien ook nevenmaxima, maar telkens in dezelfde kleur, telkens rood, want dat is de enige kleur die in dat licht aanwezig is. Niet zo verwonderlijk dus.
Mark, nu gaan we hetzelfde doen tegelijkertijd met Christoffel. Christoffel, je blijft die inspanning volhouden. En Mark, jij schijnt met ook door hetzelfde diffractierooster met de groene laser. En je tracht de afstanden tussen de spots te vergelijken tussen de twee kleuren. Welke zit het verst van elkaar? De rode. De rode zit het verst van elkaar. Kan je dat goed zien? Want de afstand tussen de vlekken is evenredig met de golflengte van het licht. Als je ze boven elkaar zet, op elkaar, dan zie je het beter. De afstand tussen de rode vlekken is groter dan die tussen de groene vlekken, omdat de golflengte van rood groter is dan die van groen. Ik denk dat je dichterbij, een beetje dichterbij, ja, zo is het goed, ja. Dit toont aan dat licht bestaat uit golven. Dat licht een golflengte heeft. Heel goed. En nu gaan wij een laatste deelproef doen, waarmee we gaan aantonen dat licht bestaat uit deeltjes. Hierop hebben we met fluo-stiften kleuren aangebracht. We gaan de rode laser laten weerkaatsen op dit oppervlak. En je mocht van boven naar beneden gaan. We sturen rood licht in en we krijgen een gedeeltelijke weerkaatsing. Van welke kleur, Mark? Van het rode licht. Van het rode licht. Er is maar één kleur aanwezig in dat licht. Mark, nu gaat jij met de groene laser hetzelfde doen. Heel langzaam en je begint van boven. We krijgen gedeeltelijke weerkaatsing. Maar op sommige oppervlakken... Ga nog maar eens naar boven. Op sommige oppervlakken blijft de kleur behouden in weerkaatsing en op andere verandert plots de kleur. Hiermee kunnen wij tegenspreken dat licht bestaat uit golven. Want bij weerkaatsing van golven verandert de golflengte nooit. Hiermee kunnen wij aantonen dat licht bestaat uit deeltjes. En dat licht zijn deeltjeskarakter kan tonen of zijn golfkarakter kan tonen, naar gelang van de proef die we doen. Want de fotonen, de lichtdeeltjes uit deze groene laser, worden gedeeltelijk weerkaatst hier, maar door sommige moleculen uit andere fluo-stiften worden deze groene fotonen geabsorbeerd en er worden nieuwe, andere fotonen met langere golflengte uitgezonden. Dus hiermee kunnen we het deeltjeskarakter van licht aantonen. Terwijl de vorige proef duidelijk het golfkarakter van het licht bewees. Ik moet u zeer hartelijk danken voor uw volgehouden inspanningen. Dank u wel voor de... Ik zeg al 5 jaar dat het elektron iets tweewaardigs heeft.
dat niet klassiek beschreven kan worden. Als ik de golfvergelijking van Schrödinger voor het elektron combineer met de relativiteitstheorie van Einstein, dan bekom ik een nieuwe vergelijking die van een bijzondere wiskundige schoonheid is en die mij geassisteerd heeft in mijn transformatie van burgerlijk ingenieur naar theoretisch fysicus. De ganse tabel van Mendeleev gehoorzaamt aan mijn exclusieprincipe. Dat zegt dat geen twee elektronen in dezelfde kwantumtoestand kunnen zitten. Tenminste, als je de tweewaardigheid in rekening brengt. Wolfgang, Goudsmit en Uhlenbeck hebben voorgesteld dat het elektron rond zijn eigen as draait, zoals een tol. Vals. Onmogelijk. Het is een klassieke voorstelling van zaken die in dit geval volledig fout is. Ja, maar met dat model van het spinnend elektron kunnen ze wel de spectraallijnen van Zeeman verklaren, van een atoom in een magnetisch veld. Ja, maar alleen als het kwantumgetal van dat spinnend elektron een half is. Uit mijn relativistische golfvergelijking volgt dat de spin van het elektron een half is. Ah, ik had gelijk. Maar dus, er is geen klassieke interpretatie mogelijk. Alleen als het kwantumgetal van het impulsmoment geheel is, is er een klassiek analogon mogelijk. Ja, ja. Spin een half. Het is alsof je twee keer rond moet draaien, vooraleer je terug dezelfde zijt. Ah, er is toch een klassieke voorstelling mogelijk. Ik ga mijn riem uitdoen. Wacht even, Paul. Dit gaan mijn vrijwilligers niet willen missen. De letter C. Dit wil zeggen dat ik nu een vrijwilliger naar voren roep wiens voornaam de letter C bevat. En vervolgens een vrijwilliger wiens voornaam de letter C niet bevat. Oh, en daarboven is er nog een complicatie. De eerste vrijwilliger draagt een riem en de tweede draagt een das. Iemand met letter C. En een riem. Het is een hele plezierige proef. En vervolgens iemand zonder letter C en met een das. En jij bent ineens zo groot geworden. Hoe heet jij? Victor. Victor. Dat is dan met C of met K? Met C. Oh. Erik met C. Erik ook met C. Ja. Maar je hebt wel een riem aan. Dan zijt je in orde. Goed. Erik. Victor, zet u even hier aan de kant. Zo. Erik. Doet de riem een keer uit. Alleen de riem, hè? Perfect. Iedereen die kan, gaat meedoen. Ja? Draagt je een riem?
Dan vraag je aan je gebuur van te helpen. En van die riem vast te houden. Kijk, Erik, je gaat het uiteinde van de riem vasthouden. Ja, is iedereen al mee? Is iedereen al zover? En de andere persoon houdt de gesp vast. Zo moeilijk is dat niet, hè? Goed, we zijn er. Erik, je houdt het uiteinde goed vast. Je gaat er niet mee draaien. Gewoon vasthouden. Victor, kijk goed, hè, wat dat we gaan doen. Ik ga nu, en jullie gaan dat ook doen, de gesp ronddraaien volgens de klok. Een volledige twist geven, 360 graden, zo. Helemaal rond. Voilà. Voor wat de gesp betreft is er niks veranderd, die is terug op zijn eigen gekomen. Maar de riem is wel wat getordeerd ondertussen. Victor, je gaat de microfoon even vasthouden. Je mocht ondertussen ook lachen, hè, als je wilt. Dat hoort iedereen dan, hè, dat weet je. Hè. Deze verwikkeling kunnen wij niet zomaar ongedaan maken door wat heen en weer te schuiven. Ja? Probeer namelijk zonder de oriëntatie te veranderen, en jij blijft dat onveranderd vasthouden, Erik. Zonder de oriëntatie te veranderen kunnen wij proberen hier een keer achterdoor te gaan. En dan komen we zo terug, maar dan zien we dat de riem nog altijd getordeerd is. We gaan nu gewoon terug, daaronder door, zonder de oriëntatie te veranderen van de gesp. Hè. En opnieuw is dat getordeerd gelijk in het begin. Maar, nu gaan we de gesp nog een twist geven, in dezelfde zin als daarnet. Dus we gaan nog een keer volgens de klok, nog een keer 360 graden rondgaan. Totdat de gesp terug opnieuw een oorspronkelijke oriëntatie is. En je ziet, die riem is vreselijk getordeerd, hè, Erik en Victor. En nu gaan we trachten om dit ongedaan te maken door daar gewoon achterdoor te gaan. Trek maar eens even, Erik. En wat merken we? Tot onze verbazing. Wat heb je? Bij wie is het gelukt onder jullie? Nu moeten wij ook klappen, Erik. Ja. Ja, magnifiek. Je mocht het terug aandoen en blijf kijken. Hè. Victor, nu zijn de grote mensen aan de beurt. Hè. De mensen met een das. Erik, jij geeft indien nodig commentaar. Ja. En we gaan hier eventjes gaan staan. Hè. Victor, je moet die niet uitdoen. Hè. Houd die maar mooi aan. Maar kijk. Kom aan deze kant staan van mij, dat gaat nog gemakkelijker gaan. Je gaat uw das zo vastnemen, gelijk ik nu zo doe. Perfect, perfect. Een beetje hoger nog. En je beeldt u in dat dat de kop is van een cobra. Kom zo naast mij staan, dan gaat dat goed. Houdt mij goed in de gaten. Hè? Dat is de kop van een cobra. Nu gaat die cobra ronddraaien, zo heel langzaam. Nog verder. En die gaat snuffelen met zijn kopje tegen ons hemd aan. Zo, en die gaat daar onderdoor gaan. Ja, pak die maar mee, daar onderdoor. Zo, pak maar met uw andere hand. Heel goed, ja, ja. Ja, heel goed, ja. Prima, prima. En die blijft zo kijken. Zo, goed, ja. De cobra is één keer rond geweest. Wie heeft het mee kunnen doen? Wie een das heeft? Blijf zo staan. Ik ga het nog één keer doen. Hè. Doe mij na. Hier is de cobra. De cobra gaat een keer goed rondkijken of ze geen prooi vindt. Ja. En ze gaat met haar kop tegen mijn hemd aan. Onder de das door, gewoon. En zo terug komen kijken, gelijk ze eerst met haar kop stond. Met een das is getordeerd ondertussen. Nu gaat de cobra nog eens rondkijken in dezelfde zin. Maar gewoon rond haar nek draaien. Zo. Langzaam. Ja. Rond haar nek. Laat de kopje goed hangen telkens. En doordraaien. Helemaal doordraaien. Helemaal doordraaien. Zo. Nu is ze twee keer rond gaan kijken.
En nu trekt je langzaam uw das terug rechts en is perfect terug in orde. Voilà. Prima. Dank u. Dank u. Hiermee hebben we aangetoond dat er wel degelijk spin-en-half objecten zijn, namelijk niet de gesp van de riem, want dat is een klassiek object. Na één keer draaien werd dat terug zichzelf. Maar de ganse riem moest eigenlijk twee volledige rotaties ondergaan, zij het complexe rotaties, om terug zichzelf te worden. Dus de ganse riem was een kwantumobject en de ganse das is ook een kwantumobject, zoals een ganse cobra ook een kwantumobject is, dat is wel bekend. Nu gaan we een tweede proef doen. En daarvoor gaan we hier naar deze stoel komen. Erik, jij gaat plaatsnemen op die stoel. Prima. En dit wiel gewoon rustig in je handen houden. Oké. Victor, jij gaat deze handschoenen aandoen. Ze zijn op uw maat gemaakt. Zoals gemerkt, ja. Oké. Ik ga u een klein beetje in positie zetten, Erik. Victor, je gaat nu zo goed als je kunt dat wiel doen draaien. Zo snel als je kunt. Een paar keer zo. Ja, heel goed, heel goed. Nog wat sneller als je kunt, ja. Oké, prima. Nu ga ik langzaam aan de stoel draaien en je laat u doen. Als je een kracht voelt op u, dan laat je u doen. Ja. Ja, ik ga dat misschien nog een beetje wat kracht bijzetten, Victor. Want Erik is zo sterk dat hij nog niet veel voelt. Je laat u gewoon meegaan met om te even welke kracht die op u werkt. Ga gewoon mee, laat u gewoon doen, laat u gewoon doen. Oké? Okay. Laat u gewoon doen. Oké. Okay. En nu gaat je zelf sturen. En tegensturen. Oké. Okay. Prima. Nu ga ik een beetje uitleg hierbij geven. Zo, die zware last van u halen. En dit ook. Wel, niet alleen het elektron heeft spin-en-half, maar ook het proton. En dat is de kern van een waterstofatoom. De kernspin maakt een precessiebeweging in het magneetveld, gelijk een tol dat doet. En met een draaiend magneetveld, wat we uitgebeeld hebben met een draaiende stoel, gaat er een kracht worden uitgeoefend op die kernspin. En kan die kernspin omgeklapt worden? Dan gaat er energie van dat roterend magneetveld in die kernspin. Vervolgens kan die kernspin terug relaxeren en dan wordt er licht uitgezonden. En dat kunnen we detecteren. En zo kunnen we nagaan op welke plaatsen welke stoffen aanwezig zijn, indien we bovendien nog een ruimtelijk variërend magneetveld aanleggen. En zo kunnen we de organen van de mensen bijvoorbeeld gaan in beeld brengen. En alle plaatsen waar veel protonen zitten, of minder protonen zitten, duidelijk kunnen onderscheiden van elkaar. En dat is de techniek van de magnetische resonantie-imaging. Nu mogen jullie naar jullie plaats gaan en dan toon ik enkele beelden van die MRI-techniek. Dank u wel, Erik en Victor. Ik toon u enkele beelden van het Universitair Ziekenhuis van Leuven van de 21ste eeuw, omstreeks het jaar 2010. Dat is nog lang, maar goed, we moeten af en toe toch eens in de toekomst kijken om te zien wat er allemaal op ons afkomt. Dit zijn beelden van een minder aangename situatie. Het is namelijk een osteosarcoma. Het is een botkanker van het bovenbeen. Meer aangenaam is het om te kijken naar de knie. We zien hier een sagitaal beeld, waarbij zowel
vet als ook vocht duidelijk zichtbaar is naast de botstructuur. Hier een axiaal beeld van de knie. Hier een coronaal beeld, ook met vocht en vet. En tenslotte een sagitaal beeld waar vooral vocht op zichtbaar is, vooral water. Niet alleen spin en half volgt uit mijn golfvergelijking, maar ook het feit dat een elektron zowel positieve als negatieve kinetische energie kan hebben. De toestanden met negatieve kinetische energie, die vormen het vacuüm, ook wel de zee van Dirac genoemd. Het vacuüm is volledig gevuld. Het vacuüm van Dirac dankt zijn stabiliteit aan mijn exclusieprincipe. Zoals ook alle materie in feite zijn stabiliteit dankt aan dit principe, dat ook het Pauli-verbod wordt genoemd. Het vacuüm op zich is niet waarneembaar, maar wat wel waarneembaar kan zijn, is een gat in het vacuüm. Een gat in het vacuüm correspondeert met een positieve lading en een positieve kinetische energie, want het is het ontbreken van een negatieve lading met negatieve kinetische energie. Een gat in het vacuüm is in feite het antideeltje van het elektron. Het is antimaterie, zoals er ook materie is. En het gat in het vacuüm heeft heel bijzondere eigenschappen. Paul, heb je al een naam voor dat gat van u? Nee, maar in 1932 zal men dat het positron noemen. En ook experimenteel waarnemen. En men zal ook twee processen experimenteel verifiëren die volgen uit mijn theorie. Namelijk, een eerste proces is de creatie van materie en antimaterie, onder invloed van een inkomende gammastraal, wat een hoogenergetisch foton is, wordt er hier een paar gecreëerd door de excitatie van een elektron met negatieve kinetische energie naar een elektron met positieve kinetische energie. Dit is dan een echt elektron en hetgeen erachter blijft is een gat of een positron. Een tweede proces dat men experimenteel zal verifiëren is de annihilatie, de wederzijdse vernietiging van elektron en positron. En dit kunnen we in deze figuur voorstellen door de recombinatie van een elektron met een gat. Waarbij het elektron dus verdwijnt en waarbij ook het gat verdwijnt, want het wordt opgevuld. En er komen twee hoogenergetische fotonen vrij. Thank you.
Het aantal soorten elementaire deeltjes is de laatste jaren op alarmerende wijze toegenomen. Ja, Paul, dat klopt. We kenden al het elektron, het proton, het foton. En sinds 1932 zijn daarbij gekomen het positron, het antideeltje door u voorspeld, het neutron en het neutrino. Het neutron is een neutraal deeltje en dringt daarom zeer goed door in de materie. Het heeft een massa ongeveer gelijk aan de massa van het proton. En dat wil zeggen dat het ongeveer 1830 keer zwaarder is dan een elektron. Een verhouding die voor alle Belgen gemakkelijk te onthouden is. Het neutron is bovendien een deeltje met spin een half. En er is ook, zoals ik al zei, het neutrino. Een nieuw deeltje, zonder massa, dat tegen de lichtsnelheid beweegt, maar in tegenstelling tot licht onzichtbaar is. En het heeft ook spin een half. Het neutrino dankt zijn naam aan Fermi, maar zijn ontdekking aan mij. Want ik heb het voor het eerst voorgesteld op het Solvay-congres in Brussel in 1933. En in 1956 is het voor het eerst experimenteel waargenomen. Sommige elementaire deeltjes komen tot bij ons vanuit de kosmos. Op natuurlijke wijze. We kunnen deze deeltjes detecteren en meten. En we gaan dit hier effectief doen. Daarvoor heb ik twee vrijwilligers nodig. I. Eerst een vrijwilliger wiens voornaam de letter I bevat. Is het Ingrid? Nee. Is het iets anders? Ja. Wat is het dan? Elina. Inge. Elina. 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 Ja, dat was gemakkelijk. En nu een vrijwilliger wiens voornaam de letter I niet bevat. Haast u, want er is nog iemand anders die wilt komen en je moet zien dat je de eerste bent. Eline en... Karel. Goed. Wij gaan een echt experiment doen. Kom maar eens mee. Eline en Karel, wij gaan muonen detecteren. Nu, wat zijn muonen? Muonen zijn elementaire deeltjes. Waar komen ze vandaan? Ze worden gemaakt door andere elementaire deeltjes. En die heten pionen. Dus de pionen produceren muonen. We horen ondertussen al muonen, maar ik ga ze eventjes wat stiller laten praten. Dan kunnen wij tenminste iets zeggen. De pionen produceren de muonen boven in de aardatmosfeer, op 12 kilometer hoogte. En van daaruit gaan de muonen alle richtingen uit. Sommige komen van recht boven ons tot hier. Dat zijn de gelukkigen. Wij gaan de muonen tellen met dit apparaat. Kom eventjes aan deze kant staan.
Blijf daar even staan. Je ziet hier drie detectoren op een rij. Men noemt dat een coïncidentie, een samenloop, detectie. Enkel de deeltjes die door die drie detectoren gezien worden, worden geteld. En andere deeltjes die zo komen, die maar door één van de drie gaan, worden niet geteld. Ik kom even terug aan deze kant. Dus dat betekent dat wij met deze detector de muonen tellen die uit de verticale richting komen, uit het zenit komen tot hier bij ons. Die gaan we tellen. We gaan terug de luidspreker aanzetten. Telkens er een muon gedetecteerd wordt, telkens dat er een binnenkomt, horen wij een tik. We kunnen ook hun aantal hier aflezen op deze teller. Wanneer wij de telling ook op deze teller dus starten, Karel, kun jij zien op hoeveel de teller al staat? 48, ja. Eline, kun je dat ook zien? Net niet, maar hij staat al op 60 ondertussen. Wat we nu gaan doen is het volgende. We gaan de richting veranderen van de detectie. In plaats van de muonen te tellen die uit het zenit komen, gaan we de muonen tellen die van aan de horizon naar hier komen. Maar let op, want ze worden gemaakt boven in de atmosfeer, op 12 kilometer hoogte. Als ze recht naar beneden reizen, is de weg die ze afleggen tot hier, tot op het oppervlak, korter dan als ze van een verre plaats komen en dan volgens de horizontale richting tot bij ons komen door de atmosfeer. Dan moeten ze veel langer reizen. En die muonen zijn in feite deeltjes die toch niet zoveel chance hebben als we in het begin dachten. Want ze leven maar 2 miljoenste van een seconde lang. En dan zijn ze de pijp uit. Ja? Dan vervallen ze namelijk in andere deeltjes. Dan vervallen ze in een elektron en twee neutrino's. Dus ze hebben maar 2 miljoenste van een seconde de tijd om te proberen om tot hier te komen. En als de weg minder lang is, gaan we natuurlijk meer muonen kunnen tellen die nog niet in Pierenland zitten. Ja? Terwijl als wij aan de horizon gaan tellen, dan gaan die veel langer hebben moeten reizen om tot hier te komen. En het is nog veel erger dan dat. Want normaal gezien kan een muon in dat 2 miljoenste van een seconde die afstand niet afleggen. En normaal zouden we geen muonen moeten kunnen tellen. Maar de relativiteitstheorie van Einstein die helpt ons. En misschien om het eens een keer anders te bekijken, gaan jullie nu aan die kant staan. En Eline, wist je dat volgens de relativiteitstheorie van Einstein een muon dat met 99% van de lichtsnelheid vliegt, een atmosfeer ziet die 7 keer minder ver is, 7 keer minder diep, minder lang, een traject dat 7 keer korter is dan het normaal zou zijn volgens onze metingen hier. Dus het muon ziet eigenlijk een kortere afstand die het moet afleggen in zijn 2 miljoenste van een seconde, en dus kan het dat gemakkelijker doen. Ze hebben dus toch weer chance. Of anders gezegd, wij op onze klok meten dat het muon 7 keer langer leeft dan die 2 miljoenste van een seconde. Dat heet tijddilatatie. En het andere heette lengtecontractie. Dus er zijn heel wat muonen die toch tot hier geraken, die er normaal zonder relativiteitstheorie nooit een kans zouden hebben. En we gaan nu onze detectie van richting veranderen. Dit is een echt meetinstrument, het is geen speelgoedje. Nee. Het verschil is de prijs. Hè? Voor de rest dus. Dus nu gaan we muonen detecteren die vrijwel horizontaal vliegen. En we gaan het toestel nog eens van oriëntatie veranderen, zodanig dat het voor iedereen toch min of meer zichtbaar wordt. Jullie mogen daar gerust blijven staan, dus kan helemaal geen kwaad. En we gaan het geluid terug aanzetten en de telling opnieuw beginnen. En nu gaan we ze tellen. Karel,
Jij gaat kijken en Eline, jij gaat luisteren. We gaan nu de telling hier ook starten. Dat zijn er toch wel minder dan daar straks, hè? Ja. Hoeveel heb je er al? Drie. Je hebt al 3 muonen gevangen. Dus er zijn veel minder muonen die zo door je lichaam uitschieten, dan die zo door je lichaam uitschieten. En als je op het strand gaat liggen met je gezicht naar boven, krijg je ze allemaal in je gezicht. Dus dat is het verhaal van die muonen. We gaan nu luisteren of we er meer detecteren als we de oriëntatie opnieuw veranderen. En als we meer naar het zenuw toe gaan meten. Karel, er zijn er veel meer nu, hè? Goed. We gaan over naar de volgende proef. Die gaat nog spannender zijn dan deze. Kom maar eens mee. Eerst ga ik u iets vertellen. En het is Fermi die dat vertelt, dus ik ga hier staan. De kernen van atomen bevatten 2 soorten deeltjes. Karel, weet je welke? Protonen en neutronen. Ongeveer evenveel van elk. Sommige kernen zijn instabiel. We noemen ze radioactief. Ze vervallen in andere kernen en daarbij komen er ook weer deeltjes vrij. We gaan de natuurlijke radioactiviteit opsporen met behulp van een Geiger-teller. Heb je daar ooit van gehoord? Ja. Heb je er ooit een vastgehad? Nee. Dat gaat vandaag gebeuren. Voorzichtig met de tredes, want dat is het gevaarlijkste hier. Voor de rest is er hier helemaal niks dat gevaarlijk is. Dit is de Geiger-teller. Karel, jij gaat die bedienen. Dat wil zeggen dat je de detector gaat vasthouden. Oké. Okay. En Eline, wij gaan kijken. Jij mocht hier komen staan. Wij gaan kijken wat we zien op deze detector. We testen eerst de batterij. Dat zit in het groen, dat is goed. Dan zetten wij de teller aan. We trachten ook een beetje te luisteren. En ik ga daarvoor een microfoon bijhalen. Dit is de natuurlijke radioactiviteit die we hier aantreffen. Karel, ga een keer over die doos met uw detector. Je mocht naar voren gaan. Wij gaan mee, hè, Eline. Wat merk je? Dat is meer. Meer. Ga nog een keer op andere plaatsen. Over de doos. Wat zou er in die doos zitten? Eline, wat denk je? Toch geen radioactieve stoffen, zeker? Denk je? We moeten dringend kijken. Jij mocht de microfoon vasthouden. Als je iets wilt zeggen, gaat uw gang, hè? Wie zal u tegenhouden hier? Hè? Kijk. Karel, wat lezen we hier? Katholieke Universiteit Leuven. Ah. Nu zijn we gerust. Ja, Eline, dat maakt toch indruk, hè, als je zoiets leest. Nu gaan we eens kijken wat op de andere kant staat van dit blad. Karel, jij mocht een paar dingen voorlezen. Je mocht de microfoon ook vasthouden en de detector. Hè. Je wordt stilkens aan een druk bezette wetenschapper. Een wekker. Een wekker. En we gaan ook telkens checken of er radioactiviteit uitkomt. Ja, dus dat is de wekker. Dat is een wekker met een radium. Met radium op de wijzers. Lichtgevend. Maar toch een beetje radioactief, hè? Want we lezen hier op de teller toch al ongeveer 5 keer zoveel
als bij de natuurlijke radioactiviteit. Laten we een keer naar de Congo gaan. Een mineraal curiet uit de Congo. Uraniumbron. Probeer het eens. Ja, Eline, goed. Daar is het te doen. Oh, dit is toch al 20 keer zoveel als de natuurlijke radioactiviteit. Toch niet zo heel gezond waarschijnlijk, die mineralen uit de Congo. Hè? Ja. Nu, we gaan eens verder kijken naar bijvoorbeeld een rookdetector die we in onze huizen hebben. Een oud model. Toch ook wel een groot signaal. Americiumbron. En tenslotte gaan we eens kijken naar een oud kompas uit een vliegtuig. Een radiumbron hier. Oelala. Dat is toch al 50 keer zoveel als de natuurlijke radioactiviteit. Eline, ik denk dat het toch tijd is om de doos dicht te doen, nee? Goed. Deze natuurlijke radioactieve bronnen hebben dus hun geheimen aan ons prijsgegeven dankzij deze Geigerteller, hè Karel? Ja. Nu moet ik u iets vertellen. Kom maar eventjes terug naar hier. Zelfs naar hier. Zo, prima. Ik moet u vertellen dat we onlangs iets gevonden hebben. We hebben gevonden dat bijna alle stabiele kernen radioactief kunnen gemaakt worden door ze te beschieten met neutronen. Onlangs, en we zijn zo ongeveer 1938, 1939, onlangs hebben Hahn en Straßmann in Berlijn experimenteel gevonden en Frisch en Meitner theoretisch bewezen dat uranium in twee kan splijten wanneer het beschoten wordt met neutronen. Dit is heel merkwaardig. En ik heb berekend dat er in zo'n kernsplijting heel wat energie vrijkomt. Volgens de formule van Einstein. E is mc². En niet alleen dat, maar dat er ook twee neutronen telkens vrijkomen. Uit elke kernsplijting komen twee neutronen vrij die andere kernen kunnen beschieten, waardoor die andere kernen dan ook weer kunnen splijten. Enzovoort. Dus we hebben te maken met de mogelijkheid van een nucleaire kettingreactie. En we hebben dat in een model hier aanwezig. Blijf hier op veilige afstand staan. Je ziet in deze kist muizen vallen. Is dat duidelijk, Eline? Nee. Nee? Kom een beetje dichterbij. Ziet je ze nu? Beter. En wat zit er op die muizen vallen? Bolletjes. En wat zijn die bolletjes? Niet rood. Maar wit. Herkent jij ze? Pingpongballen. Pingpongballen. Muizen vallen met pingpongballen. Zo'n muizenval staat model voor een kern. De pingpongballen staan model voor neutronen. We hebben hier één pingpongbal per muizenval gezet. Wat gaat er gebeuren? Deze muizenvallen zijn kritisch. Ze staan scherp. Ze zijn opgespannen. Een kleine storing is voldoende om een kettingreactie teweeg te brengen. We gaan dat proberen na te bootsen hier. Je beseft waar we mee bezig zijn. Want we zijn in feite aan het proberen om een atoombom te maken. Maar goed. Odriek, we hebben een speciaal getrainde commando hier die dit proces kan initialiseren. En
ga een klein beetje naar hier staan, zo, want je weet toch maar nooit. En Otriek, je mocht dit balletje nemen, je mocht daar op gaan staan. En je mocht proberen de kettingreactie op gang te brengen. Op de wijze waarop je geoefend bent. Hè? Ja, probeer maar. Eline en Karel, jullie hebben fantastisch meegewerkt. En jullie zullen in de toekomst nog grote ontdekkingen doen. Dat weet ik zeker. En je mocht nu naar uw plaats. Ik ben het hier beu in Europa met die Mussolini en die Hitler en noem maar op. Ik wil naar de Verenigde Staten. Wat ga ik daar doen? Ik ga mij bezighouden met gecontroleerde nucleaire kettingreacties in Chicago. Nu ja, de Tweede Wereldoorlog komt eraan. Dat is toch wel heel duidelijk. En ik weet dat de dictators van deze wereld meer geïnteresseerd zullen zijn in ongecontroleerde nucleaire kettingreacties. Ik besef dat de Tweede Wereldoorlog gewonnen zal worden door het land dat als eerste een atoombom maakt en gebruikt. Laten we niet naïef zijn. De kwantumlogica is helemaal iets anders dan de politieke logica. In de kwantumlogica van de fysici
wordt de atoombom gebruikt met kans een half. En wordt ze niet gebruikt, ook met kans een half. Maar in de politieke logica worden fysici geacht de bom te maken, maar worden ze niet uitgenodigd om mee te beslissen over het gebruik ervan. Hoeveel energie komt er eigenlijk wel vrij bij een atoombom? Little Boy, die op Hiroshima gedropt geweest is, vertegenwoordigt een explosie-energie van 15 kiloton TNT. Het grootste kernwapen dat ooit getest is door de mens, en dat was in volle Koude Oorlog, 1961, dat was de Big Ivan, of de Tsar-bomba, die boven Nova Zembla tot ontploffing is gebracht. En dat stemt overeen met een energie van 50 megaton TNT. Nu, hoeveel is dat eigenlijk? Dit is 2 liter water. Deze 2 liter water, of 2 kilogram massa van om teven wat, vertegenwoordigt een energie van hoeveel, denkt u, indien we met totale efficiëntie al deze massa in energie zouden kunnen omzetten. Ook 50 megaton TNT. Dit kan u uitrekenen met de formule van Einstein. Energie is massa maal lichtsnelheid in kwadraat. En tenslotte geven we er nog bij wat de vertaling is van TNT naar joule. En dat is dat we ongeveer 4 miljard joule zitten vervat in 1 ton TNT. Dus zo kunt u dit zelf narekenen. Ik denk dat we iets gevonden hebben. We vertrekken van de voorstelling van Dirac, van de toestanden van negatieve kinetische energie in het vacuüm, maar we stellen ons nu voor dat deze elektronen gewone elektronen zijn, maar in de valentieband zitten van een halfgeleider. Een valentieband die volledig gevuld is en die door een kleine energiekloof gescheiden is van een conductieband die helemaal leeg is, zoals het volgende plaatje laat zien. Net zoals we gaten konden hebben in het vacuüm van Dirac, kunnen we hier gaten hebben in de valentieband van de halfgeleider. We kunnen namelijk een elektron van hier exciteren naar het hoger gelegen energieniveau in de conductieband. Zo ontstaat er een elektron dat aan de geleiding kan deelnemen, alsook een gat dat eveneens aan de geleiding kan deelnemen, maar dat de rol speelt van een positieve lading, want het is het ontbreken van een negatieve lading. De analogie met de zee van Dirac gaat erg ver, want we kunnen bijvoorbeeld een elektron laten recombineren met een gat,
dan geraakt hier deze plaats in de valentieband opnieuw gevuld en de energie die hierbij vrijkomt, wordt omgezet in lichtdeeltjes. Net zoals de fotonen bij Dirac. We kunnen nu een halfgeleider illustreren met behulp van een hydraulische analogie. We gaan dit eens laten zien hier. Een halfgeleider is heel gevoelig aan temperatuur en aan andere effecten, zoals bijvoorbeeld verontreinigingen. We kunnen het aantal elektronen in de conductieband artificieel opdrijven door verontreinigingen, door doperingen, en dan hebben we een N van negatief, een N-type halfgeleider. Anderzijds kunnen we ook een dopering doen die het aantal gaten, het aantal lege plaatsen in de valentieband verhoogt, en dan hebben wij een P-type van positief, een P-type halfgeleider. Dit is een hydraulisch model voor een junctie tussen een P- en een N-type. Het P-type, of positief, is hier in werkelijkheid een luchtkolom. Het N-type, of negatief, is hier in werkelijkheid een vloeistofkolom. Het spanningsverschil dat aangelegd is hierover, is in werkelijkheid een gravitatiepotentiaalverschil. Dus de zwaartekracht speelt hier de rol van elektrische potentiaal. Op dit moment vloeit er geen stroom in deze PN-junctie. Keren we echter de polariteit om, door gewoon dit om te draaien in het zwaarteveld, dan ontstaan er twee stromen. Eén stroom die u gemakkelijk kunt zien hierboven. Men noemt dat de gatengeleiding. In werkelijkheid luchtbellen die vanuit het P-gebied naar het N-gebied stromen. Maar ook hier beneden zien wij de tegenhanger van deze gatenstroom, en dat is de elektronenstroom, in werkelijkheid een vloeistof die hier afdruppelt van het N-type naar het P-type gebied. Dus deze twee soorten geleiding van de halfgeleider zijn in deze hydraulische analogie goed waarneembaar. In één richting is dit een doorlater, in de andere richting is dit een onderbreker. Dit is dus met andere woorden een gelijkrichter, een diode die een gelijkrichtersfunctie vervult. Dit was al een tijd bekend. Wat hebben we dan daaraan kunnen toevoegen? We hebben een bijkomend element kunnen aanbrengen op de diode, die maakt dat de diode een transistor wordt. Dit is opnieuw de sperrichting, waar er geen stroom vloeit. Maar als we de polariteit omkeren, dan zien wij dat we ook in staat zijn om in de doorlaatrichting nog altijd de stroom te onderbreken. Ofwel met een heel geringe inspanning, met een kleine kracht of een klein spanningsverschil in de transistor, kunnen wij de stroom terug laten vloeien. En we zien opnieuw de gatengeleiding en de elektronengeleiding in de verschillende deelgebieden gelijktijdig plaatsvinden. Met een heel kleine inspanning kunnen wij in de doorlaatrichting dus de stroom onderbreken of terug laten vloeien. Nu, met een kleine kracht een grote stroom controleren, zou dat praktische toepassingen kunnen hebben?
We maken nu een sprong naar de 21ste eeuw. Meer bepaald naar het jaar 2012. En we gaan naar de omgeving van Leuven, namelijk Heverlee. En we gaan naar het Interuniversitair Microelektronica Centrum, IMEC. In een eerste toepassing kijken we naar een elektronische neus. Deze elektronische neus zal gemaakt worden in het Holst Centrum, de afdeling van IMEC in Eindhoven. Deze elektronische neus bestaat uit geleidende polymeren. Polymeren die staande golven kunnen vertonen. Nu, wanneer chemische stoffen worden geadsorbeerd op deze polymeren, dan verandert de massa van het polymeer alsook de elastische modulus. En daardoor verandert de eigen frequentie. En dat kunnen we meten. We kunnen met deze elektronische neus ruiken. We kunnen bijvoorbeeld een echte Chanel 5 onderscheiden van een valse Chanel 5. We kunnen met deze elektronische neus ook wijnen karakteriseren en onderscheiden van elkaar op basis van hun aroma's. We kunnen dit even laten zien. Dit is geen wijn, maar water. Maar ja, dit is ook geen elektronische neus. In een tweede toepassing laten wij zien wat de schaal is waarop een statisch geheugen kan gemaakt worden tegenwoordig. En dat is echt wel een manier om elektronica-centra met elkaar in competitie te laten komen om op zo klein mogelijke schaal dit te kunnen verwezenlijken. We zien links in beeld de schaal van 1/16 van een miljoenste van een meter. En we zien de juncties die aanwezig zijn in deze statische ram. Uitvergroot in het midden zien wij een VIN veldeffecttransistor met een poort en met een source en een drain. Ook deze poort gaan we meer in detail bekijken. En op een zeer kleine schaal van 30 miljardste van een meter, 30 nanometer, gaan we kijken naar de details van deze poort. Op deze kleine schaal worden kwantumeffecten zeer belangrijk. Momenteel is men op de grens van twee onderzoeksdomeinen. Enerzijds wil men kwantumeffecten zoals tunneling voorlopig nog vermijden. Maar anderzijds kijkt men al naar de waaier van mogelijkheden die openkomt indien we kwantumtunneling in deze apparaten ook zijn werk laten doen. En dit betekent dat alle elementen van de tabel van Mendeleev nu in het vizier komen te liggen van de moderne elektronica. Ten slotte tonen we hoe langzaam en hoe meer de derde dimensie geëxploiteerd wordt. Vroeger bestond de microelektronica erin om chips te maken die in feite in een vlak gelegen zijn en waarbij alle functies in een tweedimensionale omgeving zich situeren. Nu kan men bijvoorbeeld al het volgende doen. Men plaatst een dynamisch geheugen bovenop een processorkaart. En men maakt verbindingen tussen beide die in een gebouw de rol zouden spelen van trappenhallen, liftkokers en koelschachten. Dit soort toepassingen is waar men nu, dit wil zeggen in 2012, mee bezig is in IMEC bijvoorbeeld. I'm not going to be able to do that.
Ik durf gerust beweren dat niemand kwantummechanica begrijpt. We zijn een hele tijd bezig geweest met elektrodynamica, met veldentheorie, maar al die velden leveren in onze berekeningen oneindigheden op. Dus weg met die velden. Laat ze vervangen worden door deeltjes en hun interacties. Neem bijvoorbeeld het elektron. Er zijn veel elektronen. Ze zitten op veel plaatsen en op veel tijdstippen en ze wisselwerken met elkaar. Toen ik aan het doctoreren was bij John Wheeler in Princeton, belde mijn promotor mij een keer op en zei: Feynman, weet je waarom alle elektronen exact dezelfde lading hebben en exact dezelfde massa? Ik zei, ja, wat moeten we daar ons bij voorstellen, wat we nog niet zouden begrijpen? Ja, zei Wheeler, Feynman, dat is omdat ze allemaal hetzelfde elektron zijn. Oh. Ja, ik vond dat een originele gedachte, maar ik kon er toch moeilijk inkomen. Ja, Feynman, zei John, neem een keer zo'n diagram van u en we gaan dat daar eens in voorstellen. We gaan zien dat elektronen normaal gezien vooruitgaan in de tijd, maar ze kunnen ook teruggaan in de tijd. En als ze dat doen, is dat eigenlijk hetzelfde als een positron dat vooruitgaat in de tijd. Laten we eens kijken. Hier staat de ruimte. Of toch een halve ruimte. En hier staat de tijd. Dit is de baan van een elektron dat vooruit gaat in de tijd. En dit stukje vanaf hier is de baan van een positron dat vooruit gaat in de tijd. En hier ontmoeten ze elkaar. En net zoals in de theorie van Dirac, annihileren ze elkaar en komen er gammastralen vrij. Op een andere plaats bijvoorbeeld gebeurt het volgende. Er komt hier een gammastraal en die geeft aanleiding tot de paarproductie van een positron dat hier vooruit gaat in de tijd en een elektron dat hier vooruit gaat in de tijd. Enzovoort. Zo kunnen we al deze hoeken gaan beschrijven in termen van annihilatie- of creatieprocessen. Maar we kunnen dit ook helemaal anders gaan bekijken. Namelijk als volgt. Er was eens een elektron dat hier vooruit gaat in de tijd. Hier botst het, nee, hier stuurt het een foton uit. En het keert terug in de tijd, als volgt. En hier botst het met een inkomend foton en gaat dan opnieuw vooruit in de tijd. Tot hier, waar het opnieuw een foton uitzendt en teruggaat in de tijd. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dat betekent dat we op een bepaald tijdstip, namelijk dit tijdstip hier, op al deze plaatsen hetzelfde elektron tegenkomen. Namelijk dat elektron dat hier begon te reizen en af en toe teruggaat in de tijd.
Ik vond deze gedachte van Wieler bijzonder interessant. Ik heb er een deel van weerhouden en ik heb ze gecombineerd met de inzichten van Dirac. En zo ben ik gekomen tot een nieuwe manier om kwantumtoestanden te beschrijven. Namelijk door alle mogelijke paden van een deeltje in rekening te brengen. En door in mijn berekening elk van die paden een bepaalde amplitude te geven. Een bepaald gewicht, als je wilt. En zo krijg ik een som over al die paden, over al die mogelijke trajecten van het deeltje. En die som, dat is eigenlijk een integraal. Een padintegraal. En die methode van de padintegralen is eigenlijk een derde manier om aan kwantummechanica te doen, naast de matrixmechanica van Heisenberg en de golfmechanica van Schrödinger. Maar er is een groot praktisch verschil. Met de padintegraalmethode kan ik op één avond een berekening doen waar mijn collega's 6 maanden voor nodig hebben en alleen maar om een speciaal geval uit te rekenen. Laat mij dit nog op een andere manier illustreren. Aan deze rekentechniek heb ik ook een visuele voorstelling gekoppeld en dat zijn dan de diagrammen. Die naar mij werden genoemd, uiteraard, de Feynman-diagrammen. En hier bekijken we iets waar we al over gesproken hebben, namelijk bij het radioactief verval. De omzetting van een neutron in een kern naar een proton, waarbij dan een elektron vrijkomt en ook een antineutrino vrijkomt. Dit is een belangrijk proces onder de radioactieve processen en het is het zogenaamde beta-verval. We zien hier in ons diagram een inkomend neutron dat door 3 pijlen wordt voorgesteld. En hierbij lopen we een beetje voor op onze fysica, want we gaan maar tot 1960 in dit schouwtoneel. Terwijl de quarks, en dat zijn die 3 samenstellende deeltjes hier, pas gevonden werden omstreeks 1961. Het neutron gaat hier vervallen in een proton, ook bestaande uit 3 quarks. En er wordt een elektron uitgezonden dat naar buiten gaat, buiten de kern. En er wordt ook een antineutrino uitgezonden, oftewel een neutrino dat terugloopt in de tijd. Dat is hetzelfde. Feynman, dit is wel geen elektrodynamica niet meer. Hè? Dit is zwakke wisselwerking. Gaat je hier uw expertisegebied niet een beetje te buiten? En dan? Wel, Feynman, het verschil zit hem in het spiegelbeeld. Tot nader order zijn de wetten van de fysica dezelfde in de spiegel. Dus. Wel, zullen we dit eens experimenteel gaan toetsen met behulp van 2 vrijwilligers. De letter T. Eerst een vrijwilliger wiens voornaam de letter T bevat. Niet de letter koffie, hè. Letter T. En vervolgens een vrijwilliger wiens voornaam de letter T niet bevat. Dit is een hele plezante proef. We hebben daar al 1 vrijwilliger... En we hebben hier ook een 2e, zie ik. En we gaan het hebben over het spiegelbeeld. En jouw naam is? Pieter Jan. Pieter Jan. Ja. Dat is bedoeld voor met T. Ja. Goed. En
En jouw voornaam bevat ook een T natuurlijk. Nee, Johan. Nee. Johan, oh, magnifiek. Kom, Johan. Johan en Pieter-Jan. Wij gaan onderzoeken wat er gebeurt met de wetten van de fysica in de spiegel. Klaar? Oké, Johan, jij komt hier staan. Pieter-Jan, jij komt hier staan. We gaan een schuitje nemen. We zetten dat schuitje hier. Johan, kom jij een keer hier staan? Zo, magnifiek. Pieter-Jan, jij gaat de spiegel vasthouden en je komt ongeveer hier staan. En je houdt de spiegel met de bovenkant een beetje naar voren. Installeer je comfortabel, hè. Je gaat dat een tijdje moeten volhouden, hè. Goed. Johan, dit is een schuitje en we gaan nu onderzoeken wat er gebeurt in de spiegel. We beginnen met een schuitje dat tegen de klok draait. Ja. Je gaat dat schuitje tegen de klok in laten draaien. Rustig aan, ja. Tegen de klok in, tegen de klok in. Ja. Magnifiek. We noemen dat een linksdraaiend schuitje, als je daar geen bezwaar tegen hebt. Oké? Is dat goed voor Johan? Ja. Ja, magnifiek. Maar wat zien we in de spiegel ondertussen? Doe het nog een keer naar links draaien, Johan. Pieter-Jan, je kunt dat niet zien, want je staat achter de spiegel. Hè? Maar wij kunnen wel zien wat er in de spiegel gebeurt. Maar misschien... Ja, oh. Kijk, Johan, naar waar draait dat schuitje dat we in de spiegel zien? Doe het nog een keer naar links draaien, dit. Je doet dat zeer goed, hè. Tussen haakjes, hè. Kijk een keer, naar waar draait dat? Met de klok mee, hè? Maar dat niet, hè? Nee. Ja. Dus in de spiegel zien wij een rechtsdraaiend schuitje. Nu stellen we ons de eenvoudige vraag. Een rechtsdraaiend schuitje, kan dat ook echt bestaan? Ja. Oh, we zullen een keer proberen. Ja. Probeer het een keer naar rechts te laten draaien. Heb je gedaan? Ja. Naar rechts? Draait dan naar rechts? Nog een keer proberen. Blijkbaar niet, hè? Dus onze conclusie moet zijn dat een rechtsdraaiend schuitje eigenlijk niet kan bestaan. Hè? In feite. Ja, dat is eigenlijk onze conclusie. Hè? Voilà. Nu, moet ik u wel bekennen, Pieter-Jan, Johan, moet u wel bekennen dat hier een kleine trucage in zijn werk gegaan is. Dit is namelijk geen gewoon schuitje. Het is een waggelschuitje. Het is een klein beetje asymmetrisch. Dus als je probeert om dat naar rechts te laten draaien, dan gaat dat tegenstribbelen en gaat dat toch terug naar links draaien uiteindelijk. Ja? Maar nu komt het. Dit was trucage. Pieter-Jan, je hebt dat fantastisch lang volgehouden, dat is heel goed. Dit was trucage, maar wat gebeurt er nu in de werkelijkheid? In de werkelijkheid zijn er processen in de natuur waarvan het spiegelbeeld niet echt bestaat. Wat bedoelen we daarmee? Er is namelijk, en je kijkt ondertussen ook mee vanuit deze positie, zou ik zeggen. Kom, we gaan samen dat doen. Kom maar hier staan. Je kijkt vanuit deze positie naar deze afbeelding. We zien hier een kobalt-60 kern met een kernspin. Jullie weten allemaal wat de spin is van een kern ondertussen, sinds onze proef met de draaistoel. Dus we stellen ons voor dat die kern rond zichzelf draait als een tol volgens de rode pijl. En laat ons dit een noordpool noemen, bij wijze van conventie. Dan zien wij dat die kern in de spiegel een zuidpool wordt. Ja? Bij conventie. Maar wat is nu het eigenaardige? Het eigenaardige is dat deze kernen, die radioactief zijn, die vervallen volgens het beta-verval. Dus een neutron wordt omgezet in proton, dat blijft nog altijd binnen in die kern, en dan wordt er een elektron uitgezonden en een antineutrino. Dat antineutrino, dat detecteren we voorlopig niet, de elektronen detecteren we wel. Nu is de vraag, in welke richting worden de elektronen uitgezonden? Misschien een willekeurige richting, maar mevrouw Wu heeft experimenteel bewezen dat elektronen worden uitgezonden bij voorkeur in de richting tegengesteld aan de spin van de kernen. Dat wil zeggen hier naar het zuiden
daar waar de kernspin een noordpool is. Ziet je? Maar nu in de spiegel. In de spiegel worden natuurlijk de elektronen ook naar het zuiden uitgezonden, want we zien daar gewoon het spiegelbeeld van wat er hiervoor gebeurt. Ja? Dus die gaan ook bij voorkeur naar beneden. Maar de kernspin-oriëntatie die wordt omgekeerd. Dus in plaats van een noordpool krijgen we nu een zuidpool. Dat wil zeggen dat voor de kern in de spiegel de elektronen bij voorkeur volgens de noordpool worden uitgezonden in plaats van volgens de zuidpool. Maar dat is niet wat er experimenteel wordt waargenomen. Dus een kobalt-60-kern in de spiegel is een onmogelijke kobalt-60-kern. En dat is de breking van de spiegelsymmetrie. Nu zijt je voorlopig verlost, maar vergeet niet straks eens goed in de spiegel te kijken om te zien of uw spiegelbeeld echt is. Ja? Maar dat is voor straks. Nu. Oh, Pieter Jan en Johan, gebruik uw snelle benen nogmaals om tot hier te komen. Want er is een grote verrassing voor u op komst. Niet alleen zult je straks in de spiegel kijken, maar je zult ook spelen met een waggelschuitje. In het Engels rattleback, alsjeblieft. Wij danken u voor uw aandacht en vooral voor uw medewerking.